Het is alweer de zesde editie van het meest eigenwijze festival van Nederland die voor de deur staat. Op zaterdag 7 juli is dat. Dan opent Nopop op een natuurterrein Schoterveld, vlakbij Band zijn deuren. En Wietse van Wegen en Rudy van Steenbergen zijn nu alvast bij ons in de studio. Goedemiddag en welkom allebei. Goedemiddag. Jullie zijn organisatoren of wat is jullie functie? Wij zijn een van de 13 jongens van de nacht. Jongens van de nacht. En die vormen samen de organisatie voor dit festival. Wat een leuke naam is dat ook, ja. Wat moet ik me voorstellen bij de jongens van de nacht? Nou, dat is een jaar of 10 in het leven geroepen. 10 jaar geleden. Toen hadden we met Oud en Nieuw in het dorp niks te doen. Er is een clubje jongens samengesteld die dat op zouden pakken. Vervolgens zijn daar meerdere spooktochten georganiseerd. En een jaar of 7 is het idee geopperd om een festival te gaan organiseren. En zo het balletje een beetje gaan rollen. Ja, wat voor festival is het eigenlijk? Muziekfestival. Eigenlijk vanaf jongere kinderen. Van 10 tot 70, 80 jaar. En alles wat ertussen zit. Ja, dus echt voor iedereen bieden we wat. En wat is daar zo eigenwijs aan? Ja, jullie schrijven het zelf op de site. Ja, dat jullie de meest eigenwijze festival zijn in de hele omgeving. Sterker nog in Nederland. Nee, je moet onderscheidend zijn. En dat eigenwijze, dat proberen we door onze creativiteit daar te uiten. Dus verschillende podia neer te zetten die niet alledaags zijn. Onze line-up is niet alledaags. Dus dat maakt ons eigenwijs. En elk jaar wat anders. Ik denk als je een jaar bent geweest en het volgende jaar weer gaat over het veld heen loopt, dan moet je zoeken, zeg maar. Ik heb geen exacte kopie van het jaar ervoor. Absoluut niet. Nee. En het is een beetje voortgekomen uit het idee van er is te weinig te doen in Band. Begrijp ik het zo goed? Klopt. Ja. Jullie zijn allemaal jongens uit Band die het organiseren? Ja, dat is samengesteld vanuit allerlei verenigingen. Ja? Het Schuurfeest, carnavalsvereniging, wat verschillende vriendengroepen. En iedereen heeft daar zijn kwaliteiten in. Dus we hebben een technische dienst. Het zijn de handige jongens. We hebben wat kantoorpikjes zitten. Nou ja, dat is een goede mengeling. Zo'n festival is toch wel een hele organisatie. En dan moet je met de gemeente praten. En je moet dingen voor elkaar krijgen. Je moet alles regelen. Het is niet een vriendenclubje wat eventjes een leuk feestje organiseert. Nee, maar als je wel een goede club bij elkaar hebt en weet wat je aan elkaar hebt, dan kan je redelijk wat neerzetten. Ja, en ervaring van 6 jaar natuurlijk. Zeker. Ja. Wat is er allemaal anders dan vergeleken met, vorig jaar? We hebben nou weer een alu-hal waar we een mooie bar eigenlijk van bouwen. En dat hebben we nu gekopieerd. Dus het wordt nog weer groter. Een grotere bar? Ja. Dus ook meer mensen? Ja, kijk, we hopen gewoon een natuurlijke groei te krijgen. We gaan dit jaar naar 7 podia toe. Vorig jaar hadden we er 6. 19 bandjes, 7 DJ's. Dus dat wordt allemaal wat breder. Voor elke doelgroep moet er wat zijn. En daarin blijven we ook vernieuwen. Want met hoeveel bezoekers is het begonnen, de allereerste editie? Eerste keer 900 man. Oké, dus langzaam groeien jullie steeds een tikje groter. Dat is ook jullie eigen filosofie? Ja, gezonde groei is goed. En dat is ook behapbaar voor ons als organisatie. Jullie willen ook niet in één keer naar 10.000 bezoekers? Niet in één keer, nee. Dat is financieel ook niet mogelijk. En dat is gewoon niet te doen. Nee, muziek. Normaal gesproken is een festival, denk ik, aan muziek, podia. En dat is het. Maar jullie bieden meer, hè? Klopt, dan moeten we vooral Rudy aankijken. Die is een van de mannen van de Pioneer Run. Dat is de run die wij organiseren. Dit jaar voor het tweede jaar. En Rudy is daar een van de... Hij is door de modder, hè, Rudy? Ja, zeker. En de eerste dingen zijn al aangelegd. En we gaan een heuse run organiseren van 5,5 kilometer. Ja. En dat is starten we op het terrein. En we zetten dan voor 's middags een deel van het terrein af. Daar is ook nog een DJ en een heuse warming-up zullen we gaan organiseren. En dan kan je een obstacle run lopen. Ja, maar is het allemaal los van elkaar? Dus een middagprogramma, een avondprogramma. Zijn dat losse dingen? Moet ik dat zo zien? Nou, wij willen het als één geheel eigenlijk een beetje zien. Maar het is eigenlijk wel een beetje een middagprogramma en avond. Maar het moet in elkaar overlopen. Ja, is het voor de kids ook leuk? Ja, hartstikke leuk. Ja. Nee, we beginnen om 3 uur. Die run is vanaf 8 jaar. Dus daar kunnen gewoon gezinnen met kinderen aan meedoen. Die obstakels die zijn er ook geschikt voor.
En ja, naast dat wij dan een DJ hebben staan en drie bands, hebben we ook dit jaar voor het eerst Nop op Zoek Talent. Dat wil zeggen dat er kinderen tussen de 8 en de 14 jaar, die kunnen een filmpje insturen van hun nummertje wat ze willen gaan doen. En dan kunnen ze dat met een echte band, kunnen ze dat daar ten toneel brengen. Maar dus, nog even over die obstacle run. Hè? We gaan straks nog even over dat talent, want dat is natuurlijk ook heel erg leuk. Maar ben je na een obstacle run van 5,5 kilometer door de modder nog in staat om vervolgens al zijn concert bij te gaan wonen? Nou, wij gaan er wel vanuit dat dat kan en dat het mogelijk is. En dat je zeker nog een biertje s'avonds moet komen drinken. Hmm. Dat is de moeite waard. Ik denk dat ik kapot ben als ik dat doe. Ook, ja. Wij hebben zat mensen die je even mee kunnen dragen naar het festival rijden. Dat is geen probleem. Maar het is wel een goede combinatie. Ja, want zeker. Daar wou ik naar vragen. Heb je ook een warme douche dan daarna? Zeker. We hebben een warme douche. En we hebben een koude douche. We hebben paardendouche. We hebben we bieden van alles. Nopop. Waar komt dat vandaan? Nopop. Dat staat voor Noordoostpolderpop. En dat heeft eind jaren 80 ook al 3 edities gehad. Toen is dat ooit een keer verregend. En daarna heeft dat niet meer plaatsgevonden. Ach. Zodoende is het. Jullie hebben dat nieuw leven ingeblazen. Klopt. Dus. Ja. Hebben jullie eigenlijk een festival waar je aan spiegelt? Want er zijn natuurlijk heel veel festivals in deze tijd van het jaar. Nee, maar je ziet natuurlijk van alles overal gebeuren. Maar we geven wel onze eigen invulling eraan. Want wat is nou typisch jullie eigen invulling? Want begrijp het terrein krijgt ook echt een... Nou ja, dat zei je zo pas zelf ook al, Rudy. Het terrein ziet er echt dit jaar anders uit dan de afgelopen jaren. Wat is nou onderscheidend? Ja, ik denk toch elk jaar weer een andere indeling. En elke keer weer wat nieuws verzinnen. We hebben bijvoorbeeld nu een strandhuisje gemaakt. Ja, dat is toch geweldig. Want je moet een beetje in zomerse stemming komen natuurlijk als je bij jullie bent op 7 juli. Ja, je moet eigenlijk zo zien dat we dit jaar een Zuid-Amerikaanse uiterlijk aan het festival willen geven. Dus we gaan een heel stadsplein creëren met gekleurde geveltjes. Zuid-Amerika en een Noordoostpolder. Precies. En palmboompjes en inderdaad het strandhuisje. En daar is de technische dienst eigenlijk sinds januari elke zaterdag al mee bezig om met een partij hout wat moois te maken. En dat begint erop te lijken. Ja, het heeft heel veel voorbereiding nodig. Gaan jullie zelf nog op vakantie daarna of niet? Ja, proberen we ook nog even te doen. Nog eventjes te doen. Ja. Even tussendoor. Ja. Ik begrijp ook dat er een camping is. Klopt. Op het naastgelegen vakantiepark is er een camping ingericht. Dat is nu voor het derde of vierde jaar. Vorig jaar hebben wij 100 slapers gehad en dit jaar verwachten we gewoon wat meer. Ze kunnen na de tijd rollen ze zo het tentje in en 's ochtends vroeg staat er een ontbijtje voor klaar. Dat is ook het voordeel dat je niet meer naar huis hoeft te rijden. Ja, klopt. Ja. Lekker veilig, niks aan de hand, auto laten staan en de tent in. Ja, je kan ook met een bus, want we hebben ook bussen rijden. Dus, dan wil ik vragen, hoe kom je daar eigenlijk bij dat Schotenveld? Je kan op de fiets, maar er zijn speciale bussen die er naartoe rijden. We zetten bussen in en die gaan door het dorp heen en... Ja, want waar komen jullie bezoekers eigenlijk vooral vandaan? Is dat uit de directe omgeving of ook veel verder? Ja, de meeste toch uit de Noordoostpolder. Ja. Ja, het is echt een... Want jullie wilden dat er wat te doen was in Band. Dat is natuurlijk ook voor de mensen uit Band zelf. Dan, die hebben daar echt wat aan. Voor het grootste deel wel. Ja. Ja, maar het is wel als een soort met olievlek. Kijk, mensen van de randgemeentes die krijgen nou door dat Nop op leuk is. Hmm. En zo wordt ons publiek wel steeds van een grotere afstand dat ze onze kant op komen. Ja. En de muziek, hè? Wat voor soort muziek krijg je daar nou te horen? Dat is net zo divers als de bezoekers, zeggen we altijd. Ja. Dat wil zeggen dat er 's middags is er zelfs kindermuziek te horen. En 's avonds staat er van blues tot DJ's. Er is een silent disco. Eigenlijk echt van alles. Ja. Dit jaar ook nieuw is grappig. Dat heeft een polderbandje heeft een muzikale versie van de 90s. De Happy 90s zijn ze aan het maken. Ze hebben een band samengesteld. Ja. Die alleen maar dat soort nummers aan het oefenen zijn. Ja, dat wordt heel vet. Dat is de ene laatste act op het hoofdpodium. Daar heb ik heel veel vertrouwen in. Ja, dat is wel gaaf dat er een band speciaal opgestart wordt voor een Nop-op. Ja, die is speciaal voor jullie opgericht. Zijn er veel polderbandjes dan? Elk jaar hebben we sowieso een polderpodium. In de beginjaren begonnen we alleen maar met poldermuziek. Dan op een gegeven moment, er zijn heel veel bandjes in de polder, maar dat houdt een keer op. Dus dit heb jaar, je allemaal gehad, ja, klopt. Leuk. Jullie gaan dus ook, want dat zei je zo pas eventjes tussen neus en lippen door, op zoek naar talent, hè? Jong talent. Dat klopt, ja. Stel. 'S middags is er een ruimte voor hun ingericht, een podium. Ze kunnen zich nu tot deze week nog opgeven door een mailtje te sturen naar info@noppop.nl. Met daarin een filmpje van zichzelf met het nummer dat ze graag willen laten horen. En over welke leeftijd hebben we het? Tussen 8 en 4 jaar. 8 en 14.
14, sorry. Ja. 48, ja. En dan is het zo dat wij gaan bekijken of dat goed genoeg is. Nou ja, dat is het al gauw. En dan kunnen zij samen met de band gaan oefenen en dat daadwerkelijk tegen horen brengen. Dat is echt leuk. Ja. Ja, en de papa's en de mama's en de opa's en de oma's, die mogen allemaal komen kijken. Iedereen exact. Mag komen kijken. Ja. Want dat zeiden jullie pas in het begin. Hè? Het is een festival van, ik weet niet welke leeftijd je precies noemde, van 8 tot 70 of zo. Maar die komen ook echt, mensen uit al die leeftijden? Ja, zeker. Oudste bezoeker was vorig jaar, tenminste die beste man die ken ik, die is in ieder geval 73. Dus 73 was er zeker. Kijk, en die sloot het terrein af hoor. Dus, Oh ja, echt waar. Ja, gezellig. Die bleef ook slapen natuurlijk, in zijn auto op de camping. Nog eventjes, als we nou willen kijken naar de line-up, we willen alles even rustig teruglezen, dan kan het via de website, hè? Ja, zeker. En jullie zijn al druk bezig met de opbouw ook? Ja, we hebben nu al het materiaal op het veld staan. Dus we gaan nu elke avond en in het weekend het terrein opbouwen. Alle vrije tijd zit hierin? Alle vrije tijd zit hierin. En hoeveel mensen werken er bij de organisatie? We zijn nu een groep van 13 man. En met opbouw zullen we zoveel mogelijk vrijwilligers nodig zijn om alles te realiseren. Ja. En loopt het met de kaartverkoop eigenlijk? Ja, rustig. De eerste kaarten zijn verkocht. Vooral de laatste week, dan gaat het hard. We kunnen dat via dat ticketsysteem mooi bekijken. Ja. En met name de laatste 2-3 dagen, vooral bij mooi weer, dan schiet het storm aan. Ja. Is het alleen voorverkoop of kan je ook bij de kassa kopen? Bij de kassa kan ook. Oh, kijk. Ja. Hartstikke goed. Dank jullie wel. Ik wens jullie heel veel succes en vooral heel veel plezier.